veel. Ja, er is heel veel. Dat gaan we allemaal met jullie bespreken. Er zijn altijd weer meer sportevenementen in zo'n zomer dan je denkt. Er is niet alleen maar de Tour de France, er is veel meer. Hoofdmoot zal natuurlijk zijn de Tour. Ik wil nog even iets vragen. Ja. Oh? Wat deed jij gisteren eigenlijk? Gisteren gefietst. Blijft het? Ver? Ja, oh ja, ja. Ja, maar best ver, ja. Oh, ja, ja. Ja, ik ben ver gefietst. 447 kilometer, dames en heren, heeft deze man in zijn eentje. Niet in mijn eentje. Nee, niet waar, ja. Nog een keer het land van oost naar west. Het is heel apart, maar we doen zoveel bergketens aan dat ik het een echte klimtoer vind persoonlijk. Terwijl het eigenlijk in de voorbeschouwing wat bekend wordt, maar ik vind het wel zwaar grappig. En ik moet zeggen dat ik de rondes in Frankrijk de laatste jaren echt spannende, onvoorspelbare geworden. En ik hoop dat het dit jaar ook zo is. En we hebben, als je het hebt over de Nederlandse motorjumbo-ploeg, en nu kijk naar de ambities, dat klassement eindelijk eens loslaan, dan verwacht ik eigenlijk met die ploeg dat het van alles kan gebeuren. Je hebt goede klimmers, Geesink is een goede doener, heeft een goede tijd gisteren. Er zijn maar wel die goede de tijd heeft kunnen rijden, namens de ploeg. Dus aanval was kort op. Afronden, Herbert. Ja, oké. Okay. Ja, dat is goed zo. Nou, het is toch leuk. Ik ben ook bij zo nieuw. Ja, maar die spieken, je kan hier echt letterlijk alle kanten. Ja, dat is wel zo. Ik hoop ook dat mensen dan willen lopen en zeggen, wauw, ik dacht dat het veel groter was. Of ik dacht dat het veel kleiner was. Of ik dacht dat hij veel langer was. Of Ja, het is zo grappig, omdat op tv ziet het er altijd anders uit dan in het echt wel.